Oké, we zijn hier in Eindhoven in het stadhuis en bij TNO. En dus, we zitten op de tweede dag van de Design Week volgens mij. TNO heeft hier een stand, zal ik het maar even noemen. Ja. Rapid Manufacturing. En jij bent? Ik ben Henk Buining en ik werk bij het Demo Centrum. En we proberen Rapid Manufacturing, dat is een innovatieve techniek, proberen we tussen de oren van de mens te krijgen. Ik zeg altijd dat het tientallen jaren geduurd heeft voordat de gloeilamp uiteindelijk tot straatverlichting kwam. De petroleumlantaarns waren veel makkelijker en uiteindelijk duurde het tientallen jaren voordat die techniek echt doordrong. Ja, goed. Dat tot het tussen de oren zat, bedoel je? Ja. Dat heeft 10 jaar geduurd? Nou, tientallen jaren. Oké. Okay. En rapid manufacturing is een hele nieuwe techniek om op basis van poeder of vloeistof producten laagsgewijs op te bouwen zonder gereedschap of zonder mal. Dus je kan rechtstreeks uit een computer, uit een CAD-CAM systeem, kun je hele bijzondere delen maken. Je bedoelt vormpjes? Ja, vormen van unieke designs. Dit autootje, ja, die slinger bijvoorbeeld. Ja, die zien we nu in beeld. Door Bert-Jan Pot ontworpen. Die is uit laagjes opgebouwd. In een pakket is hij opgebouwd. En heeft hem op een hele bijzondere manier heeft hij hem, ingekleurd. Maar dit is door een computer gemaakt, wil je zeggen? Ja, dit is in CAD voor dit getekend, in 3D CAD. Een tekenprogramma? In een tekenprogramma is het gemaakt. En normaal is dit opgebouwd uit losse asjes, losse tandwielen die samengebouwd worden en in elkaar gezet worden. Ja. Maar door 3D printen is dit in één keer geprint. Dus ik stel me dan voor, je hebt een soort bak en daar zit een soort witte vloeistof in. Hè, deze. Ja. En dan komt er een straal in die bak en die maakt sommige delen hard. Werkt het op die manier? Ja, ongeveer wel. Ja. Ja, er zijn twee processen. Dit is met poeder, waarbij nylonpoeder met een laser gesinterd wordt. En de laser raakt het nylonpoeder alleen waar dat je hard materiaal wil hebben. En waar dat je geen materiaal wil hebben, raakt de laser de poeder niet. En daar blijft de poeder gewoon poeder. Oké, dus die bak zit vol met poeder. Ja, en uiteindelijk heb je dus een bouwplatform van zo'n 30 bij 30 centimeter. Wat eruit ziet als een klomp poeder, maar het product ligt erin verstopt. Dus je kan grabbelen in een grabbelton en je haalt de producten eruit. Oké, mooi. Goed, ik zie hier een hele lijst van zaken staan die jullie doen. Ja. Kun je daar even iets over vertellen? Ja, TNO wil graag dat de kennis verspreid wordt onder designers en ontwerpers. Zodat ze gebruik kunnen maken van die nieuwe technieken wat er heel recent is ontwikkeld. En we doen dat door het geven van workshops en trainingen en demonstratieprojecten. Zodat mensen die nog niet bekend zijn met de techniek ook daar kennis van hebben. En we hebben dan hier een design competition georganiseerd met zo'n 20 ontwerpers. Die hun gang gegaan zijn. Wij hebben ze voorzien van kennis over rapid manufacturing. En ze konden aan hun eigen ontwerp werken. En wij hebben dan ook geholpen met het maken van de dingen. Zodat er echt een product uitkomt. Hè, dat ze de kennis niet alleen tussen de oren hebben. Maar uiteindelijk ook in de handen. En er wat ervaring mee gekregen hebben. Ja, dus jullie doelgroep is in dit geval ontwerpers. Heb je al meer groepen waar je mee werkt? Ja, een andere. Ja, dit zijn meer de designers, ontwerpers van hele gevarieerde ontwerpen. Maar we werken ook heel veel voor productontwikkelaars. Dus als je een koffiemolen of een koffiezetapparaat of wat dan ook, wat voor een product nodig hebt, dan is dit een hele mooie techniek om prototypes te maken of nulseries. In deze situatie zijn jullie eigenlijk een soort tussenschakel tussen de techniek en in dit geval de designers. Ja, we proberen de nieuwe technieken die ontwikkeld worden zo snel mogelijk ook in Nederland bij het bedrijfsleven te verspreiden. Zodat ze snel mee kunnen gaan. Op een hoog niveau mee kunnen spelen. En dat is wat dit betreft ook de doelstelling? Ja, zeker. Er staan een hele hoop ontwerpen die met andere technieken niet maakbaar zijn, omdat ze zo ingewikkeld gevormd zijn. Oké, laten we even wat voorbeeldjes bekijken. Dit is door David Graas ontworpen. Dat is een lichtkaart van Nederland.
door met verschillende diktes te werken, doorschijnt het materiaal in industriegebieden en grote steden meer dan op het platteland, zeg maar. Waardoor dat je een lichtkaart van Nederland krijgt. Ook onderzoek naar metalen producten. Deze is van kunststof. Hij kraakt het uit, maar die is heel flexibel. En je zou hem ook kunnen coaten met nikkel bijvoorbeeld. Hier zit maar een tiende nikkel op, waardoor dat hij gewoon heel stijf is geworden. En zo kun je dus lichtgewicht producten maken met weinig metaalgebruik. Je hebt nu een voorbeeld met nikkel, maar wat voor andere mogelijkheden zijn er nog? Ja, goud. Heel kostbaar lijkt het, maar er zit maar nog geen 10 gram goud op natuurlijk. Maar daardoor kun je met andere toepassingen vooruit. Dit is een heel ingewikkeld product, wat ook in één keer met Rapid Manufacturing gemaakt is. En die tafel die kan in verschillende richtingen bewegen. Kun je ook iets maken wat sterker is dan staal bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk niet. Ja, de materialen zijn nog wel steeds beperkt. Dus materialen voor RM zijn over het algemeen niet zo sterk als vol materiaal wat gespuitgiet is. Hele kleine miniatuurdeeltjes die heel fijn gedetailleerd kunnen zijn. Dit is een schaaktoren. In die schaaktoren zie je een trap. En langs die trap zit zelfs nog een trapleuning. En dit product kunnen we nog veel kleiner maken. Hier zie je hetzelfde product met die trap erin. Maar dat is minuscuul en dat kunnen we maken met een resolutie van 4 micrometer. Maar dat is de kleinste dat maat. Dat is de kleinste, ja. Dan is dit schaaktorentje nog 5 keer zo klein als deze. En dat kan gebruikt worden voor medische instrumentatie. Hele kleine gedetailleerde producten kun je ermee maken. Onder andere bijvoorbeeld om een nieuwe lens in een oog te injecteren. Het zijn dan ontwikkelingen van nieuwe toepassingen. Wie heeft dit gemaakt? Of dit is een collega die is ingescand. We hebben ook een scanner waar je mensen in kunt scannen. En dit is voorzien van een hele speciale coating. Het lijkt brons en het wordt ook echt groen, maar het is het net niet, want het is eigenlijk gewoon kunststof. En op die manier kun je toch hele leuke resultaten halen met kunststof. Daar starten we ook binnenkort een project over om metallische coatings op rapid manufacturing delen aan te kunnen brengen. Okay. Ik zie hier allemaal leuke kleine dingetjes. Wat is nou eigenlijk het grootste ding wat jullie ooit gemaakt hebben? Nou, op deze expositie staat daar het grootste deel. Dit bestaat eigenlijk uit standaarddelen die samengebouwd zijn tot die tafel. De producten zijn best wel prijzig. Maar dit is heel goed in elkaar te nesten. Dus net als de kopjes en schotels in de kast, ja, ik snap. Kun je ze in elkaar stapelen. Zodat je in een klein volume toch veel producten kunt bouwen. En als je ze dan op een hele ingenieuze manier in elkaar zet, dan kun je zo'n relatief grote tafel maken. Dit is van Bureau Bruno. Ja, alles draait mee. Dit is de Spinewalker. Daar zit een hele mooie mechanische constructie in. Er zit een krukas doorheen en als je hier aan gaat draaien, dan gaan die pootjes bewegen en dan gaat die ook echt lopen. Dit is nog niet helemaal af, omdat het nog vast zit. Er zit te weinig speling tussen, waardoor dat het één geheel is geworden. Maar hij moet helemaal los kunnen. Ja, ga je binnenkort maken? Ja, hij zit alweer in de machine en waarschijnlijk over een weekje dan werkt het. Dit heeft Wouter Schöblin ontworpen. Het is een autootje die in één keer is opgebouwd
In de machine. In één keer is hij geprint. Dus niet losse tandwieltjes en losse asjes. En het beweegt ook allemaal. Er zit zelfs een veer in die ervoor zorgt dat als je achteruit rijdt met het autootje dat je hem opwindt. Het wordt in één keer geprint en je houdt een klein beetje speling tussen het asje en het lager. Zodat daar het materiaal niet gesinterd wordt, maar dat het poeder blijft. En je blaast de poeder weg en dan heb je in één keer dit autootje. Birgit Schoenaker doet ook mee met deze design competition. En ze heeft een hele leuk oorsieraad ontworpen. Misschien kun je het beste zelf even vertellen hoe dat zo gegaan is. Ja. Nou, ik mocht meedoen met de designwedstrijd en ik had het idee ontwikkeld eigenlijk om iets unieks te maken dan voor je eigen oor, zonder dat je van die klemmende dingen in je oor had of gaatjes nodig had. En deze techniek is daar uitermate geschikt voor, dus daar ben ik mee verder gegaan. Dus ik heb heel hard gestoeid met het pakket, het 3D-pakket, en het is gelukt. En het ene is heel subtiel en daar staat dan fluister in. Dat kun je eigenlijk alleen maar lezen op wanneer je zo dichtbij bent bij het oor, want anders kun je dat toch niet zien. En de andere idee is eigenlijk meer om iets bij een gala-jurk te dragen, dat je iedere dag een ander bloemetje erin kunt doen, afhankelijk van de jurk die je aan hebt. Ik snap het. Idee maar je hebt dit ook zelf via dat CAD-CAM-programma in elkaar gezet? Ja. Oké, en dat lukt hier? Ja, het heeft wel wat uren gekost, maar het is me wel gelukt uiteindelijk. En je hebt hier ook nog een aantal mooie foto's hangen waarop we het nog wat beter kunnen zien. En ik heb één plastic in mijn oren hangen. Nou. Maar hij glimt alleen niet zo mooi. Maar misschien. Interessant. Ja. Ja. En dat was het prototype wat eerst gemaakt is om te kijken of het allemaal wel goed was. Kun je even vertellen hoe de samenwerking met TNO tot stand gekomen is? Nou, ik ben eigenlijk via de Hub ben ik bij TNO terechtgekomen, want de Hub was eigenlijk degene die ook dit promoten. En de Hub is? De Hub is een organisatie in Eindhoven die ontwerpers en bedrijven samenbrengt. Perfect. Ja, tenminste. Ja, dus wij zijn samengebracht en vervolgens heb ik die workshop gevolgd. En we hebben regelmatig contact gehad over de mogelijkheden. En dat is heel goed gegaan, moet ik zeggen. Ja, en je hebt er dan voor gekozen om als buitenste laagje, want dat hebben ze juist gezien, hè, met goud en nog wat andere zaken. Ja. Wat zit hier nou op als buitenste laag? Dit is geen buitenste laag, dit is helemaal zilver. Oh ja, het is helemaal van zilver? Ja, want dit is gedaan met wasplotten. Oh. Dus dan is ze geplot in een was wat ze normaal gesproken ook in de sieradenindustrie ook gebruiken. En dan maken ze er een mal omheen, dan smelten ze eruit en dan gieten ze hem vol met zilver. Ik snap hem. Ja. Je hebt gewoon eerst een mal gemaakt ermee. Nee, ja. Nee, je plot hem in was. Ja. En daar maken ze een mal omheen. Dat doet de hele gieterij en dat doe ik allemaal niet zelf. Dus dat is... Mooi geworden. Dankjewel. Ik heb er veel plezier aan gehad. Dus erg veel van geleerd ook, van het 3D-pakket. Ga je heb je nou weer nieuwe producties op stapel staan met dat pakket? Ik heb wel een nieuw idee in mijn hoofd zitten. Daar ga ik nou ook weer uitwerken. Je gaat er wel mee door? Ja, ik ga er zeker mee door. En mag je dat zomaar gratis gebruiken, dat pakket? Of willen ze daar ook iets voor terug hebben? Daar willen ze ook iets voor terug hebben, degene voor wie het pakket is, ja. Oké, dan maak je een mooie oorbel voor hem. Nee, ik vrees dat ik dat gewoon zo moet betalen. Hè. Ja, dankjewel. Ja. In dit geval hebben we samengewerkt met de Design Academy, maar ook met Hogeschool Zeeland. Een student van Hogeschool Zeeland, meer van de werktuigbouwkunde kant, die heeft dit in CAD uitgewerkt. En Ineke Otte, dat is de ontwerpster, die heeft eigenlijk het idee bedacht. En samen met die student is er daadwerkelijk iets uitgekomen, want het is toch best lastig om in CAD te werken. En deze student was heel erg gemotiveerd. Die heeft dag en nacht doorgewerkt om dit model klaar te krijgen. En uiteindelijk werd het geprint. En ja, ik vind het een heel leuk resultaat geworden. Ja, het spreekt eigenlijk tot de verbeelding. Het is een lamp en hij is nog functioneel ook. Want er komt licht uit. Even terug naar die school. Het gebruik van het CAD-programma. Werken met CAD is niet echt eenvoudig, denk ik. Nee. Wat is nou eigenlijk de minimale instappunt? Dat zal niet
het lager onderwijs zijn. Dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, nou, ja, om katten leren, ja, dat duurt best even. En het is ook net als autorijden, dat je dan misschien wel weet waar de knoppen zitten, maar om echt snel een ontwerp te maken, dat is best wel lastig. Mm-hmm. En ja, dat is soms voor ontwerpers wel lastig, omdat creatieve ontwerpers weinig tijd hebben om iets in detail uit te werken en daar ook minder belangstelling voor hebben. En kat is eigenlijk ook iets voor techneuten, zeg maar, die echt daar zich op vast willen bijten. Nou, heb ik hier dan een verbeterpunt te pakken? Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Sommige mensen zeggen dat ontwerpers juist creatief moeten zijn en zich niet gedetailleerd moeten bezighouden met de techniek. Ja. Maar anderen zeggen weer van ja, als je echt iets wil maken, dan moet je wel degelijk kennis hebben van de mogelijkheden van de productietechnieken. En ja, dat is wel een stroming. Er zijn ontwerpers die blijven daar buiten, maar er zijn ook ontwerpers die wel heel gedetailleerd ingaan op de maakbaarheid. Ja, en een ontwerper kan natuurlijk dat traject ook uitbesteden. Hij kan het ook uitbesteden, zoals hier gebeurd is. Samen met een iemand die Kat Kam kent, is het ontwerp uitgewerkt. Ja, dus het instappunt wordt dan een stuk lager natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar er zijn toch ook heel veel ontwerpers die daardoor beperkt worden. Ja, dat snap ik. Die geen kat kennen. Dit is een standbeeldje. Dat heeft ze in klei heeft ze het gemaakt. En dat is ingescand en met Rapid Manufacturing zijn er dan 5 prints van gemaakt. En het leuke daarvan is dat je dat beeldje in allerlei standen door elkaar kunt zetten. Ja, dat is net zoals dat gezichtje eigenlijk wat we er straks zagen. Dat is ja, ook een scan. Die was ook ingescand. Ja. Dus het is een 3D-scan dan? Ja. Een 3D-scan van... Dit is van Ixi, die heeft zich laten inspireren door zo'n papiertje in de vorm van een kleedje waar je een taappunt op zet. En ja, dat heeft hij uitgewerkt tot een mooi object. En hij heeft ook geëxperimenteerd met verschillende afwerkingen. Met een metallische coating en ingekleurd met textielverf, het oranje deel. En om het ook afwasbaar te maken, heeft hij geprobeerd om het oppervlak in te gieten met transparant materiaal, zodat het glad is. Maar dan gaat een beetje het effect verloren. De kanalen lopen helemaal door, dus in wezen is dit hol. En de bedoeling van hem was eigenlijk aanvankelijk om het transparant te maken, zodat je helemaal al die tekening door het hele object heen ziet. Hier zie je ook dat het... Ja. Patroon van het kleedje er helemaal uitkomt. Het loopt er helemaal doorheen, van boven tot beneden. Ja. Dat is wel knap. Daar kan je hele ingewikkelde dingen mee maken. Verleden jaar heeft Ilona Huvenaars gewonnen met de Knitted Vase. En dat is een vaas, een gebreide vaas. En die past zich aan het boeket wat je erin zet. Dus als je er een groot boeket in zet, dan vormt die helemaal mee met het boeket wat je erin zet. Ze is hiermee de halve wereld af geweest, naar Milaan. Ik dacht ook naar New York. En binnenkort staat ze weer in New York met dit ontwerp. Dat is een mooi ding. Ja, het is nog wel een vrij prijzig ding, omdat je een heel groot bouwvolume gebruikt. Oh, hij is hoog en hij is groot, ja, zeg maar. Hij is heel groot. En je kunt eigenlijk ook een weinig producten in de vaas zetten. Want je bouwt in een bouwvolume van 30 bij 30 centimeter. En dan kun je daarnaast nog een hele hoop andere producten tegelijk meebouwen. Ja. Maar het is wel een oplossing, want als ik een bos bloemen heb, dan past die nooit. Ja. En bij deze wel. Ja, en we kunnen hem ook op maat maken. Er staat ook een verschaald model. De winnaar van dit jaar krijgt dan krijgt een klein vaasje als cadeau van ons. Ene. Hij denkt mee met nog een ontwerpwedstrijd. Het is vezelversterkte kunststof in combinatie met rapid manufacturing. Dus deze structuur die is met selective laser sintering gemaakt. Dat is een lichtgewicht constructie geworden. Dus een heel raamwerk van spanten
zorg ervoor dat het zo stijf mogelijk is. Maar dat zou niet sterk genoeg zijn voor een kruk. En in combinatie met vezelversterkte kunststoffen heeft hij daar een laminaat op gelegd en heel netjes afgewerkt, wordt het een hele stijve en sterke constructie. Okay, dit is Sweet Lips. Dat is ontworpen door Erik Groot met Koen Blankwaard. Het is een snoepschaal. Daar heeft hij nog een leuke tekst in gezet. Ja, dat is een heel verhaal. Een heel verhaal staat erin. Ja, een dergelijk ontwerp met zo'n detaillering, dat kun je eigenlijk alleen maar met rapid manufacturing maken. En de sleutel? En de sleutel hoort erbij. Oh, en die, daarmee kan het op slot. Ja. Heel verstandig. Dit is een fruitschaal van Margot Lommers. En ze heeft gedurende de design competition zichzelf aangeleerd om met een CAD-systeem te werken. En ze heeft hem ontworpen, geïnspireerd op een bladvorm. En daar heeft ze dan een fruitschaal van bedacht. Ja, dus dat heeft ze ook zelf gemaakt? Ze heeft het zelf getekend. Ja, we hebben wel een stukje geholpen, maar uiteindelijk heeft ze het meeste zelf gedaan. Ja, dan zie je dat het werkt. Ja. Van een ontwerp wat niet meegedaan heeft met de design competition, maar met de Design Academy. We hebben een kennisoverdrachtproject gedaan. Dit is van Xavier de Klepelaar. En het is een hele leuke constructie om dit in te vouwen, zeg maar. Het gaat dan vooral om de scharniertjes natuurlijk ook, die daar helemaal in geïntegreerd zijn en het wordt in één keer opgebouwd. Mooi. Ja, dit is nog een industrieel project. Dit is een knipperlicht van een hele luxe auto, waar er maar 10 of 20 per jaar van gemaakt worden. Normaal wordt dit met de hand gemaakt. Dan bestaat het uit een cupje en uit een arm. Dat moet op een mal gevormd worden en later nog afgewerkt en geschuurd en gespoten worden. We hebben in een project gekeken of dit met rapid manufacturing maakbaar is. Dan maak je het uit één onderdeel, wat mooier afgewerkt. En er zit ook een snapverbinding in met een bajonetfitting, zodat je in één keer ook de fitting daarin kwijt kunt. Dan is dit het uiteindelijk geworden. Dus dit is een standaarddeel wat je er dus in snapt. En dit is ook een standaarddeel wat je erop kunt monteren. En voor het afwerken kun je hem in een bak met steentjes gooien. En dat vibreert. En door dat vibratie slijpen de steentjes langs het product, zodat hij automatisch geslepen wordt. En dan kun je hem spuiten tot hoogglans. Alexander Pelikaan van Peli Design had het idee om de taal van computers naar een product te vertalen. Alle producten die met rapid manufacturing gemaakt worden zijn eigenlijk opgebouwd uit driehoeken. En hier zie je, heeft hij dat wat uitvergroot, dat die driehoeken groter geworden zijn. En ja, daar is hij verder op doorgegaan en heeft hij uiteindelijk verwerkt tot die deurkrukken. En daar een deurkruk met bolletjes. Een soort virusachtig ontwerp. Ja, je kunt heel makkelijk vormen maken die je anders nooit zou zien. Ja. En is hier van Bert-Jan Pot, studio Bert-Jan Pot in Rotterdam. Die heeft deze slinger met rapid manufacturing gemaakt. Die hangt ook op de Design Academy. En die heeft hem op een hele bijzondere manier ingekleurd. Van binnen loopt hij van groen naar geel naar wit. En van buiten loopt hij van blauw naar gelig naar groen. Die heeft hem op een hele speciale manier ingekleurd. Dat heeft hij achteraf gedaan? Dat heeft hij achteraf gedaan. Het precieze recept kan ik helaas niet vertellen. Nee. Maar dat is met Dylon. Dat is eigenlijk textielverf. Is het ingekookt. En door een hele ingenieuze manier van dompelen kun je dat effect bereiken. Krijg je dit effect, ja. De producten die we nu gezien hebben, doen mee met de competitie. En aanstaande vrijdag om 5:00 zal ik een lezing verzorgen over rapid manufacturing. En om 6:00 maken we bekend wie gewonnen heeft, wie de meeste stemmen heeft om een prijs te krijgen.